Op vrijdag 7 december werd er op het bordes van het gemeentehuis in Zomeren een metershoge kerstboom gezet. De plaatsing van de boom werd mogelijk gemaakt door enkele Zomerense ondernemers. Bart van Houts, hij staat. Hij staat, ja. Het is weer gelukt. Hij is iets minder fors dan andere jaren, maar hij mag er wel bij wezen, denk ik. Waar komt hij vandaan? Deze komt van Valkenhorst. Dat is het gebied van Brabants landschap. Dat is bij Valkenswaard uit de buurt. En daar hebben we hem gistermiddag door gezagen. En zojuist is hij hier met transport gearriveerd. Ja, gezagen met toestemming? Uiteraard, ja. Hoe gaat het met zijn werk, zijn boom plaatsen hier in de zomer? Wie doet dat allemaal? Dat doen wij met een aantal vrienden, bekende ondernemers. Het planinitiatief is eigenlijk 4 jaar geleden ontstaan toen de gemeente besloot van wij gaan hem zelf niet meer zetten. Vonden wij eigenlijk jammer. De toeval was, mijn broer is Fons van Houts, die werkt bij Brabants Landschap. Die zei van, de boom die hebben we wel. Nou, en ze hebben even wat mensen bij elkaar gezocht. We hadden dus een boom. Iemand heet een verrijker, de andere die doet een verlichting. De ene regelt de transport, zo doen we allemaal iets. Dus we investeren allemaal een klein beetje geld en een klein beetje tijd. En dan kan er toch iets moois van maken. En allemaal voor de mensen uit Zomeren? Vanzelfsprekend, ja. Wat is van een boom, weet je dat? Ik ben geen boomkenner. Het is in ieder geval een kerstboom. We noemen het gewoon een kerstboom. Maar precies wat voor naam eraan zit, durf ik niet te zeggen. Nee. Die hebben veel versieringen erin. Klopt. Ja, het is niet alleen de dennen, maar er hangen ook nog wat dennenkroten, zag ik inderdaad aan de bovenkant inderdaad nog zitten. Hij is wat dat betreft is wel mooi compleet. Ja, het is een hele operatie, hè? Dat is, het is toch een klein projectje noemen we dat. We zijn er toch een aantal weken van tevoren mee bezig, van waar staat hij, hoe gaan we het doen, op welk moment. Dus daar doen we met veel lol en veel plezier. Ja. Jaren ervoor was het vaak nog heel koud, valt gelukkig vandaag ook mee. Dus we hadden al een beetje een warmtebron van zijn meegenomen. En zo proberen we er met z'n allen een leuke middag van te maken. Maar komen er nog ballen in of niet? Of verlichting? Uiteraard verlichting. Ja, uiteraard verlichting. Even uit mijn hoofd, rond de 200 lampjes gaan we zo meteen nog plaatsen. Maar daar blijft het bij. En je hebt alle mensen meegenomen, de sponsors staan hier allemaal bij het vuur. Degene die allemaal iets doen, die zie ik hier allemaal om de kerstboom inderdaad. En waar vrienden en bekenden en iedereen die het leuk vindt hoe zo'n boom gezet wordt, die is op dit moment aanwezig. Ja.